Ik was laatst bij de Mitra en ik was gewoon even lekker aan het kijken, biertje shoppen. En ik kwam iets heel moois tegen. Deze, Witte Raaf. En Witte Raaf is eigenlijk een soort van bijzonder historisch bier. In België waren ze al bezig met mooi wit bier brouwen. Maar er was een klein brouwerijtje in Heumen, ergens in Gelderland, in de buurt van Nijmegen. En die bedacht, ik ga ook wit bier maken. En die maakte Witte Raaf. Het eerste Nederlandse wit bier. Te gek. En eigenlijk bij heel veel mensen die dat nog herinneren, staat het echt in het geheugen gegrift als het mooiste en lekkerste witbier. Nou ja, vervolgens, het werd een succes en Dommels nam het over en Dommels werd weer ingenomen door InBev. Kort verhaal lang, einde Witte Raaf. Maar goed, onze vrienden van Hertog Jan en Bronkhorst Brouwerij, die dachten, ja, maar weet je, zo'n icoon, die moet weer terugkomen. Dus in ieder geval nu eenmalig, gebrouwen in Assen, Witte Raaf. Het bekende historische witbier. Die gaan we proeven. Het moet een klassieker zijn, dat kan niet anders. Dus ik verwacht in ieder geval wat je bij de meeste witbieren wel verwacht. Mooi, een beetje koriander, een beetje iets gistigs, een beetje iets citrusachtigs. Dat zal deze ongetwijfeld ook hebben. Nou, je ziet al meteen dat het een mooi witbier is. Heel belangrijk. Even het gist, want daar zit de smaak in, bij Weizen en wit, dus bij deze ook. Hop, dan geeft het die mooie, troebele kleur. Hapsiekee. Nou ja, en dat zie je ook meteen. Kijk, een mooie, troebele kleur. Het is een beetje oranjeachtig, denk ik. Troebel en oranje. Vervolgens de geur. Ja, duidelijk. Ja, wat je bij een wit bier verwacht. Een beetje dat gistige, een beetje dat koriander, dat ruikje. En nou, vooral ook wat citrus, maar er staat op de ingrediëntenlijst, zie ik hier, sinaasappelschil. Dus niet iets van citroen of niks van, nee, alleen sinaasappelschil. En dat ruik ik eigenlijk ook wel een beetje terug, dat het wat meer sinaasappel is dan alleen puur gewoon dat citrus een beetje ergens, nee, echt wel sinaasappel. En dat maakt hem eigenlijk wel heel lekker. Qua geur, echt een klassiek wit bier volgens mij. Mm. Een hele mooie, volle smaak wat je bij een wit bier ook verwacht. Lekker fris door wat koriander en een beetje dat sinaasappel. Dat mengt daar een beetje lekker doorheen. Nou ja, eigenlijk, ja, als je nou vraagt wat is de smaak, een hele mooie, volle smaak met een beetje dat gistige, wat dat volle ondersteunt, maar dan vooral ook lekker dat frisse van koriander en sinaasappel. Ja, echt een geweldig goed bier. Ik kan me helemaal voorstellen dat mensen enthousiast zijn dat dit bier weer gebrouwen is. En als ik nou heel eerlijk ben, Bronkhorst de Brouwerij en Hertog Jan. Dit is toch fantastisch. Dit is toch hartstikke lekker. Ik zou zeggen, breng dit gewoon standaard weer op de markt. En ik snap wel dat het misschien naast de Weissner voor Hertog Jan niet heel aantrekkelijk is. Maar Steve Gamma van Bronkhorst. Dit kun jij gewoon brouwen. Dus ik zou zeggen, brouw dit. En nou ja, of ze het wel of niet gaan doen, mocht je deze tegenkomen en je houdt van een lekker wit biertje, dan zou ik deze zeker doen, want hij is wel echt heel erg goed. En ik snap heel goed dat dit gewoon, ja, historisch gezien, ja, bij iedereen zijn geheugen gegrift staat. Want dit is echt, proost, ik ga ervan genieten.